Ovenpasta met ei. Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook 300 gram volkoren pennen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg de laatste 2 minuten 600 gram spinazie in delen toe aan de pasta. Kook nog 2 minuten en giet de pasta en spinazie af. Laat goed uitlekken. Doe de pasta en spinazie terug in de pan. Voeg 1 pot Sugo Isolana pasta saus en 2 theelepels gemalen komijn toe. Breng op smaak met peper en zout en schep om. Doe de pasta met de saus in een ovenschaal van 30 bij 30 centimeter. Maak 4 kuiltjes en breek boven elk kuiltje een ei. Rasp 75 gram jong belegen biologische kaas. Strooi het over de pasta, maar laat de eidooiers vrij. Bak ongeveer 15 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is en de eieren gaar zijn. Zo maak je ovenpasta met ei.